Het Dordrechts Museum is het huis van duizenden schilderijen, tekeningen en prenten. Een deel daarvan heeft een vaste plek in de museumzaal. De rest wordt bewaard in het depot. Sommige komen regelmatig tevoorschijn, andere zijn zelden te zien. En dat is zonde natuurlijk. Met de tentoonstelling Graag Gezien wil het Dordrechts Museum juist die verborgen schatten in de schijnwerpers zetten. Elio Barone, 30 jaar oud, geboren getogen Dordtenaar. Samen met mijn broertje hebben we in Barcazzona Barone rondvaarten arrangementen. Hartstikke leuk. We hebben een steiger gebouwd, kreeg toestemming van de gemeente. Maar ik zet me ook in sinds kort voor Stichting Dordtse Wateren. En ik woon zelf aan boord van een schip. En jullie zijn van harte welkom om mee te varen. Ik vind kunst altijd een goede afspiegeling van de werkelijkheid. Iedereen ziet de werkelijkheid namelijk op een andere manier. En zo ook dus kunstenaars. Wat ik het kunstige van kunst vind, is dat we op die manier leren dat we allemaal op een eigen manier kijken. En dat de ene niet mooier of beter is dan de andere. Maar dat dat ja, allemaal een werkelijkheid, een eigen beleving op zich is. Ik vind daarom ook helemaal verkeerd om te zeggen, dat is mooie kunst en dat is lelijke kunst. Nee. Allereerst kan dat veranderen in de tijd, maar ook per persoon. Ieder vindt bepaalde kunst weer op een andere manier mooi of niet mooi. Ja, daarom heeft een schilderij voor mij ook niet altijd een titel, want die titel die bedenk je zelf en dat geldt met ieder kunstwerk natuurlijk. Nou, wat ik zo bijzonder vind, is we zijn allemaal gewend dat water water is, maar eigenlijk is water gewoon land dat onder water staat. En dat schilderij geeft het heel mooi weer. Het is een bouwput, er staat in een graafmachine, er zijn damwanden geslagen om het dus leeg te kunnen pompen. En ze zijn de brug aan het bouwen. En dat geeft mij zo weer van, er zit zoveel werk onder onze voeten waar we nu toevallig op drijven. Maar ook daar, mensen, Dordtenaren met name, hebben heel veel met water gedaan. En je ziet hoe gaaf dat is. Het is gewoon een prachtig plekje. Op dat schilderij, ja, nu zie je het niet, maar hierachter zie je dan een sleepformatie met een aantal schepen. Binnenvaartschepen die vroeger gesleept werden. Ja, dat is heel gaaf. Daar zie je echt de dynamiek van de rivier. De scheepvaart die hier langskomt. Nou, vroeger ging dat op een hele andere manier als nu. Ja, dat vind ik heel mooi weergegeven. Het lijkt echt alsof je dus langs die schepen vaart. En het is min of meer dit stuk, zeg maar, vanaf Papendrecht gezien. Op Groothoofd. Ja, dat is gewoon heel mooi. Dat spreekt mij tot de verbeelding, omdat ik hier zelf natuurlijk ook regelmatig vaar. En dan denk ik van, oh, hoe zou het zijn geweest in die tijd? En dat schilderij verbeeldt het heel goed. Weer een uniek, ook de kleuren weer. Ja, nu is het heel helder, maar je ziet ook de bewolking, het licht. Heel mooi. Nou, op dat schilderij zie je hier aan het wantij waren allemaal scheepswerven. En dat was vroeger toen ze nog van hout waren, maar later scheepswerf de Biesbos, wat nu de stadswerven zal worden. Je ziet gelukkig nog wat overblijfselen ervan. Het is een heel, heel bijzonder gebied. Ja, die scheepswerven die zorgden voor heel veel levendigheid in dit gebied. Hè, er was altijd wat te doen en dat heeft ook de roem van Dordrecht gebouwd. Zoals bijvoorbeeld de Biesbos, daar zijn schepen gebouwd. Die uniek zijn in Nederland, maar ook in Europa. En we proberen ook met een van de projecten van Stichting Dordtse Wateren een van die schepen te behouden, een zogenaamde Franse motor. Nou, dat waren schepen die tijdens de Marshallhulp hierheen kwamen om
Europa weer op te bouwen. Nou, er zijn er nog maar 8 van de 120, dus dat is heel weinig. Maar als we niks doen, als niemand in actie komt, raakt dat stuk varend erfgoed verloren. En daarom wil ik die schepen juist in de aandacht zetten. Jongens, dit is bijzonder. Je kan erop wonen, je kan erop werken, je kan erop genieten, je kan erop trouwen, vergaderen. Ja, maar zorg ervoor dat ze weer onderdeel van de samenleving worden. Nou, ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Hè? Je maakt het interactief. Mensen kunnen zelf invloed uitoefenen op hun keuze. Maar het brengt de kunst ook weer bij die persoon die die keuze maakt. En dat vind ik een hele, hele goede. Daarnaast is natuurlijk kunst altijd zoiets elitairs. Maar op deze manier brengt het weer terug bij, ja, bij de gewone man. En dat lijkt me een hele, hele goede ontwikkeling. Daarnaast ook, ja, het is ook leuk. Ik vind dus de watergerelateerde schilderijen mooi. Een ander vindt de portretten mooi. En een ander vindt weer de abstracte kunst mooi. En zo hebben we allemaal onze eigen kijk op die kunst. Ja, super. Ik hoop dat het een vervolg krijgt.